Nou, er komen altijd mensen natuurlijk op die gratis spullen. Kijk, er wordt een gratis kroketje uitgedeeld. Zijn in de band genomen, allemaal hongerlijers. Toevallig staat John Medley er net. Dat is heel toevallig natuurlijk. John, lekker een kroketje. Hup, een hele bak neemt hij mee. Een hele bak. Is het gratis, maat? Je hoeft ze niet allemaal te frituren. Hij kan ook wat zelf invriezen. Hè, maat? Kijk eens even. Ja, ik doe wat, hè. Oh, jij bent een aandeler, maat. Ik ben ingehuurd. Sorry dat ik dat anders... Dan moet ik even de intro anders doen. Hoezo? Kroketjes worden ook uitgedeeld door John Medley, maat. Maar luister, jij moet er even een proeven. Maat, ik ga heus wel proeven. Jij hebt die eens even uit te delen. Maar... Ik heb niet meteen aan mij gegeven, dan is het niks. Maar ze zien... Ja, meneer Hofman, nee. Ja. Die man is zo aan het werk. Ja, we nemen zo. André en ik die zijn echt. Kijk nou eens naar ons lichaam, maat. Ja. Denk je dat wij vet voedsel vreten? Ja? Oh ja, dat klopt. Nee, we gaan er nemen hoor, maat. Okay. Zeker. Thanks. Ja. Nou, veel plezier, deel uit. Nou, denk er lekker mee. Ja. Hey, luister eens. Even zonder dolleur. Waar is Henk? Die kant. Oh, die kant. Oké, okay. Luister, maat. Ik krijg net de betrouwbare informatie van personeel van Henk. Of het is allemaal familie die hem helpt, dat ken ook. Of kennissen, vage kennissen. Dat hij in het andere gedeelte staat. Dus hij staat zeg maar bij de kassa's in de buurt. Gaan we daarheen? Geen wat. Oh. De mosterd. Oh, mosterd na de maaltijd. Ja. Oké, okay. Ja. En 3 punten. 3 punten, lekker. Ah, chop chop. Thanks. Belangrijke wedstrijd toch? Ja. Want waarom is het belangrijk? Omdat ADO... Op de eerste plek kan blijven? Ja. Ja, dat zou wel mooi zijn, hè? Ja. Dit staat in het teken voor spieren. Weet je wat dat is? Nee. Dat is mensen met een spierziekte. Dan kunnen ze op een gegeven moment niet meer lopen en zo. Daar gaat het vandaag. Vandaag hebben de spelers ook een mooi embleem op de shirtjes. Voor spieren en dat gaat van de vriendenloterij. Dan zijn er nog meer leuke dingen vandaag te doen. Kroketje. Heb je daar wat van gehoord? Ja. Heb je hem al geproefd? Ja. Vertel jij nou eens hoe die kroketjes smaken? Ze smaken heel erg lekker. Oh, en zou je er wel 2 lusten normaal gesproken? Ja. Zie je? Ze zouden er wel 2. Dus Henk, voortaan 10.000 kroketten, hè? Ja. Want nou zijn het er 5.000, dan 10.000. Nou, prettige wedstrijd. En hoop dat we allebei kunnen lachen na de wedstrijd. Ja. Oké. Okay. Yo, sta ik weer bij de vrienden natuurlijk op dat heldenplein. Maar jij hebt net zijn kroket gehaald, hè? Ja, het is heel lekker. Maar wat ik wil zeggen, ADO Den Haag is echt mijn club. Ja. Met alle spelers op en eraan. Maar Dennis Beugelsdijk is mijn allerliefste speler van ADO. En dit is gewoon gaaf. Dit hele stadion is gewoon verrukkelijk, gewoon mooi. En dit moet nooit meer weggaan. Dit is gewoon echt het tofste wat er is. Ja. Dit is gewoon te genieten. Dit is gewoon echt om blij om te zijn. We pakken steeds punten. We moeten gewoon naar alle spelers gaan. Gewoon laten zien dat we alles in ons hebben. Ja. We pakken alle punten die we kunnen pakken. Dus we winnen alles wat je kan winnen. Dus dit is gewoon echt het leukste wat er is. Ja, hè? Er is niks mooier dan supporter te zijn van ADO Den Haag. Ja, klopt. Ja. En Dennis van der Heijden, dat is mijn lievelingsspeler. En dit hele stadion, dit is gewoon adrenaline wat in mij is. Ja. En dit is gewoon echt mijn alles, ADO Den Haag. En dit is gewoon wat het mooiste stadion dat het ooit is gemaakt. Dit is echt mijn lievelingsclub en dat blijft zo. Ja, en ken je ook voor de wedstrijd? Je weet dat er kroketten komen, je weet dat de wedstrijd gaat komen. Ken je de nacht ervoor slapen? Oh, zeker wel. Als ik heb geslapen ben ik altijd te genieten. En dus gewoon echt, dit mogen ze gewoon winnen vandaag. Ja. Dat mag, dit is gewoon... Dit mag gewoon gebeuren. Ja. Want Beugelsdijk gaat hem erin koppen, wat er ook wordt gezegd. Hoppa, Beugelsdijk weer. En Dennis van der Heijden. En Dennis van der Heijden is ook mijn club. Ja. Dus ik wil jullie allemaal zeggen, kom snel naar het stadion. Dit is echt het leukste wat er is. Geniet ervan en maak er een leuke dag van, jongens. Dankjewel, maat. Jij ook plezier. Eet je kroketje op, hij is nou nog warm. Nou, we kijken. Ja, heel erg enthousiast, dat zie je wel. We kijken of er nog meer zijn. Kijk mee. Ben je ballenjongen vandaag? Ja. Maat, ik sta toevallig... Ja, sorry, ik zag dat jij een fantastische beeld aan het schieten was. Ik sta bij een ballenjongen van vandaag. Hij is ballenjongen van vandaag. Ja. Gaat dat dan uit van een voetbalvereniging? Nou, ik word zelf uitgekozen. Omdat je het gewoon goed doet? Ja, je mag zelf kiezen. Bij ons werd het toegevraagd en toen wou ik heel graag. Stel je nou voor, ADO staat 2-0 voor.
tegenstander wordt steeds sterker. Het is een beetje het einde van de wedstrijd. Er komt een bal bij jou. Die moet je in het veld gooien, maar die is voor de tegenstander. Wat doe jij dan? Ik hou de bal aan mijn voet en ik wacht even. Goed zo, maat. Goeie wedstrijd, hè? Hetzelfde. Top. Ja, waar zit dat natuurlijk? Kom ik in mijn maatje tegen hier? Hey, superkeeper was het, hè? Ja. Ja, hoe gaat het met het keeper? Goed. Ja? Heb je al wedstrijden gespeeld met je elftal? Ik zit niet op voetbal. Jij bent van dammen en schaken, hè? Hè? Huh? Jij zit op dammen. Nee. Waarom, wat doe jij dan? Nog niks. Maar je bent wel keeper. Komt dat omdat je te jong bent? Nee, maar ik zit toch niet op voetbal? Nou, je zit nog niet op voetbal. Maar waar ligt dat dan? Want je wil wel op voetbal. Ja. Heb je vader geen tijd? Jawel. Maar? Maar ze hebben niet genoeg geld. Want dat is duur, hè? Want je moet hele spullen kopen natuurlijk. En lidmaatschap en alles. Ja. Nou, ik zal wel met je vader praten. Gaat hij maar één avondje minder naar het café, ja? Ja. Oké. Hey, maat. Je spreekt net die kleine. Ja. Superkeeper zeg ik altijd tegen hem, want hij is helemaal wild van keeper. Ja. Maar we moeten draaien op de muziek van de cameraman. Oh nee, is voor het beeld, top Hof, dat je erop let, maat. Goed bezig. Toen zegt hij, ik zit niet op voetballen. Ik zit niet op voetballen, want dat kost heel veel geld. We hebben er niet zoveel geld. Nee. Is het echt zo duur geworden om je kind op voetballen te zetten? Ja, het kost heel veel geld. Ja, maat. Albert, dat kost heel veel geld. Ja. En je hebt er een paar, of niet? Ja, ik heb er een stuk of drie. Ja, dus dan kost knaken zat. Ja. Wij gaan ook weer trainen binnenkort, hè? Ja, 6 september. Heb je er zin in? Ja, ik wel. Kijk eens. Ja, luister. Ben log en rond. Luister maat, even zonder dolle. Hij is een van de weinigen die aan die Eurofit er goed uit is gekomen, hoor. Hé, maat? Ja. Als ik hem wat intrek, dan gaat dat wel. Ik was 3 weken bezig met Eurofit. Onwijs bewegen, veel minder eten. Schaalmoment na 3 weken. Ja. 4 kilo aan gekomen. Ja, nou, ja. Ik ook. Ja, daarom. Maar het is eerst ga je omhoog en dan ga je als een speer naar beneden. Want ik begon met 110, ik weeg nu 117. Ja. Kijk, ik heb een kroketje gehaald. Lekker, hè, maat? Die zijn lekker, man. Hoe leuk is het als de sponsor van ADO, want je mag wel spreken over een grote sponsor, vind ik, bij ADO. Ja, dat is leuk. 5000 kroketten geeft hij weg. Ja, helemaal geweldig. Ja, lang leven Henk Patat. Ja, ik ga hem opzoeken, maat. Dat moet je even doen. Oké. Roberto, zie je, bedankt. Doei. Het is beleving, dat hoort bij gezelligheid, hè? Ja, dan sta ik bij Henk Patat, maar hij is onwijs veranderd. Je bent ook afgevallen. Oh, ben jij het, maat? Ja, ik ben Frederico, hè? Ja. Frederico van Planetarium BV. Nee. Wij hebben worst, of je worstelust. Dus geen reclame van alles anders, maar die worst is anders. Nou, niet alleen de worst, maat. Mag ik wel even erop wijzen? Vorige keer zegt hij tegen mij, ik heb wat nieuws. Wil je dat? Ik zeg, wat is dat dan? Beenham, weet je nog, maat? Ja, Beenham. Ja. Was waanzinnig. Hè? Ja, maar die hebben we op dit moment hebben we dat niet in huis. Nee, omdat er zijn weinig hammen natuurlijk. Nou, er zijn weinig hammen, maar we hebben op dit moment meer kroketten. Okay. Een kroket van Dobben die is niet om te tobben. En dat is zo gezellig, hè? Want eten is beleving en dat is gezellig voor Aden Den Haag. Ja. Want een overheerlijke snack voor ieder Haagse lekkerbek. Maat, ik weet ook dat jij het doet om toch een paar euro te verdienen zodat je ook de rekeningen kan betalen. Ja. Dan geeft Henk, die geeft 5000 kroketten weg. Ja. Dan is het een beetje minder voor je handel dan. Ja, maar dat is niet zo erg. Want het beetje fun voor food, het is gewoon voor de vereniging heel goed. Okay. En de volgende keer, dan komen ze weer bij mij. De broodjesbal, geen gewone bal, maar een gala superbal. Ja. Een bal gehakt van Pieter Wit, die zit. En met de sausen van de Remia, ja. Remia, altijd een feest. En we zeggen gewoon pak een beet, de worst is lekker heet. Met een broodje worst in je maag naar ADO Den Haag. Ja, en dan heb hij ook nog... Blackjack, maar die is voor in de nachtelijke uurtjes. Van de televisiereclame van Sylvester Stallone. Ja. Sylvester was helemaal alleen, Sylvester. Het is allemaal van Remia, hè? Remia? Ja, want Remia maakt het smaakt, hè? Ja, wat anders? Dan is de gek voor iedere Nederlandse lek en altijd een feest. Echt, thanks, succes! Ja, luister, we zagen net John Medley. Maar hier zitten er twee te genieten van een kroket. Maar het is een hele maaltijd, hè, zo'n kroket? Ja. Had je al gegeten voordat je van huis ging? Ja, dus je had al goed gegeten. Dus dit is eigenlijk extra voor de lekkere trek. Ja. Ja.
Is het, vraag ik eventjes naast je. Wie is dat naast je? Mama. Is dat mama? Ja, jouw mama. Niet de mijne natuurlijk. Hè? Of wil je er nog een andere broer bij hebben ineens? Nee, nee. Mama, is het een gezonde verantwoorde snack? Nou, gezond niet helemaal, maar hij is wel echt heerlijk hoor. Ja, echt kroketten, hè? Heerlijk, moet je kijken naar de vulling. Ja, geweldig, heerlijk toch? Ik koop altijd van die goedkope kroketten, weet je wel. En die vries ik in, en dan, of ze zijn al ingevroren. En dan gooi ik ze in de frituurpan, dan heb ik van die alleen lege ommantelingen. Oh, ja. Nee, dat is niet lekker. Nee, dit moet je hebben. Dit zijn de enige echte. Is dat de enige waarom jullie naar ADO daar gaan? Of hebben jullie nog speciaal dat je denkt, nou, 3 wedstrijden, 9 punten, daar kan wel eens wat gebeuren? Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke spannend. We gaan natuurlijk heel hard juichen en we hopen dat ze echt wel winnen vandaag, ja, toch? Ja, dat we heel hard kunnen juichen. Oké, nou, eet hem op, nou, die nog warm is. Veel plezier, we goede doen, wedstrijd. Hè? Bedankt, doei, doei. Ja, kroketjes. Ja, ja. Hi, maat, ja, ja. Kroketje, hi. Kroket is koning tot uw dienst. Juist. Yes. Maat, hoe bijzonder is dat? Kroketje erbij, na ADO Den Haag. En we zijn nog steeds in principe koploper. Ja, het is het voor de eerste keer. Is het de eerste keer dat je naar ADO gaat? Ja, eerste keer. Oké, okay, maar luister, je zit in een stoel. Hoe kom je dan op die tribune? Ja, heb toch ja. Een stoel bij je, mag niet? Of mag je op die speciale plek waar allemaal rolstoelen staan? Ja, speciaal. Oh, ja. Maat, kikkie. Ook nog gratis? Ja. Oh, luister, hey, schuif eens op dan kom ik erbij, want dan kijk ik ook naar binnen. Dankzij ADO Den Haag, hè? Ja, nou vind ik leuk, maat. Dus je geniet lekker. Ja. 3 punten, dat zou mooi zijn, hè? Ja, 6 punten ook, maar... Ja, maar die geven ze niet, maat. Die geven ze niet. Ze gaan maar tot 3. Nou, eet ze en fijne dag, maat. Ja, jij ook. Oké, okay, doei. Jij doei. Ook. Top. Top, je man. Ja, luister. Maat, luister dan. Jij staat weer... Hier is Henk ook niet, joh. Ze lijken er niet op. Oh, nou, is toevallig. Dank je wel, maat. Nou, maat, ik heb een kroket in de handen. Ik ga hem dadelijk heel smakelijk voor de tv lekker opknaken. Let op, hè. We gaan even naar de volgende. Mogen we naar de volgende kant? Want ja, we zoeken Henk, hè. Ja. Henk natuurlijk. Henk. Henk, waar ben je nou? Henk. Kijk hier. Nee, hoor. Hij heeft veel minder buik dan Henk. Nee, dat is ook Henk niet. Dat is ook Henk niet. Gaan we hier kijken, maat? Nee, dat is die gozer van Bolletje. Die is het ook niet. Hi, luister. Maat, waar is Henk dan? Ja, dan loopt hij weer daarheen. Je hebt eerder een kroket in je handen gepropt dan Henk, hè? Nee, ik heb er alleen maar. Jongens, kroketje, zijn bij mij 3 kwartjes. 3 kwartjes een kroketje. Ja, je moet er wat verdienen. Nou, gaan we even een kroketje happen. Maar we toch, kijk, hier nieuwe uitshirtjes. Kijk, span. Hi, maat, uitshirt, maat. Hi. Is het nou lekker zo'n kroket met zo'n uitshirt dan? Ja. Mooi shirt is het, hè? Ja. Goeie kroket, mooi shirt. 9 punten uit 3 wedstrijden. Wat kan er nou fout gaan vandaag dan? Niks. Niks, hè? Denk jij dat wij na 7 ontmoetingen niet gewonnen te hebben van Heracles dat we gaan winnen? Ja. En is het ook nog een beetje dat je denkt bij je eigen, nou, ik doe dat uitshirt dan, want dat lijkt veel op Heracles. Ja. Of niet, of wel? Nee, ik ben niet voor Heracles. Oké, maat. Maar wat denk je zelf? Is het een cookie of moeten we opletten? Cookie. Wie gaat er vandaag scoren? Wie krijgt er volgende week de gouden veta? Tommy Wilgersdijk. Weer? Hebt hij er 3? Dan moet hij een schoorsteen erbij gaan bouwen. Dus je hoorde, Tommy die gaat hem weer winnen. Ik heb nog een paar favorieten, maar ja. Weten we pas over 1,5 uur, hè? Maat. Dan sta ik bij Joop natuurlijk, mag niet ontbreken natuurlijk als er een kroketje is, maar je bent niet zo'n krokettenman, hè? Ik krijg het zuur op mijn maag, ja, Bertel. Ja, dus dan geen kroketten. Joop, we hebben 3 wedstrijden gespeeld, 9 punten. Ongekende luxe voor ADO Den Haag supporter. Ja, zeker inderdaad. Vandaag de 4e. Oh, dus jij denkt wel dat we na 7 keer het lastig gehad hebben dat we hem nou een keer gaan winnen? We gaan winnen. Okay. Zou ik zeggen? 3-1. We winnen met 3-1? Ja, 3-1. Nou, als hij het echt goed hebt, dan weet je, Hofman, wat de hoofdprijs is, hè, die gaat krijgen. Oh, we verklappen het niet. Nee, nee, nou, nee, verklappen het niet. Prettige wedstrijd, maat. Ja, jij ook. Top, thanks. Ja, hoor. Yo, dan sta ik bij een jongeman die lust helemaal geen kroketten. Ha, ha. Hi, lekker kroketje, het is lekker weer. Ja. De school is al begonnen, hè? Nee. Nee? Oh, wanneer begint de school dan? Weet niet. Man, oh, je bent al afgestudeerd. Nee, je bent al klaar. Je hoeft niet meer naar school. Top, man. Nou, gaan we het over voetbal hebben. Ja. ADO Den Haag. Wat een slechte seizoenstart, hè? Ja. Hè? Slecht, man. We hebben uit 3 wedstrijden maar 9 punten.
Dat is echt slecht hoor. Ja. Dat is slecht. Hopen maar dat we deze winnen. Ja. Hè? Hoe is het verder? Goed. Ja? Alles verder met de verkering ook alles goed? Nee. Nee, is het uit? Nee. Nee, wat? Of had je nog geen verkering? Ik heb nog geen verkering. Hoe oud ben je? Acht. Wil je een beetje van dezelfde leeftijd hebben, vriendin? Nee. Ga ik de babbel erin gooien hoor. Wat vind je leuk? Lang haar, kort haar? Of als ze maar gezellig is? Kort haar? Oh, nee hé maat. Nee, hè. Gewoon met die gezellig leuk vindt wat jij leuk vindt. Ja. Dan ga ik voor je regelen. Waar ben je dadelijk? Hier gewoon? Ja. Oké, ga ik het organiseren. Ja. Oké, thanks. Hoe zit het, hoor? Lekker maat. Ja. Ja, gelukkig. Ja, altijd als ik je natuurlijk tegenkom, dan moet ik even met een babbelen. Opa hooligan, hoe is het, maat? Ja, lekker. Ja, is het lekker? Ja, echt. Ik zeg net tegen een klein ventje, ik zeg, dat is de slechtste seizoenstart ever die we gemaakt hebben. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. 9 punten, maar uit 3 wedstrijden. Ja, super slecht. Jongen. We laten toch wel weer punten leggen. Ja, zeker. PSV laat dadelijk ook punten leggen. Ja. Dus fijn die kakkerlakken hebben gewonnen. Jij denkt dat ik serieus ben. Ik ben toch niet serieus? Maar het is toch wel waanzinnig wat we meemaken op ben moment. Ben je wel serieus? Nee, ja, dat niet. Nee, dat nu is, wel. Maar het is toch waanzinnig. Even serieus. Ja, echt. Echt, hè? Zeker. Dus dat ik dit nog mee mag maken. Ja, ja, schitterend. Ik heb het wel eens meer gezegd. Vroeger kwam mijn vader. Weet je wel, toen we nog in het Zuiderpark, toen ik een heel klein ventje was. Pap, worden we nou weer... Worden we nou een keer kampioen? Ze hebben vader, nou, dan maak ik niet meer mee. Maar jij wel, hoop ik. Ik hoop het. Ja, ik ben nou 60, maat. Ik heb het nog niet meegemaakt. Nee. Ja, jupiler. Maar ik hoop dat ik het nog meemaak. Ja. Echt. Ja, ja, want echt. Als jij het meemaakt en ik ben er ook nog, maat, maak ik het ook mee. Ja, dan maken we het samen mee. Luister, maar er zijn ook wat mensen van onze leeftijd, zeg maar. Die zeggen, nou, ik ga niet naar het stadion. Want het is allemaal maar moeilijk en dit en dat. Hoe leuk is het nou om naar het stadion te gaan? Dan sta jij gewoon tussen de harde kern. Maar er zijn toch zat plekken waar je relaxed kan zitten met je vrouw en je kinderen, bij wijze van spreken? Zeker. Zelfs op Midden-Noord kun je met je vrouw en je kinderen zitten. Ja, want er zal hoe raar het ook klinkt. Ja, ja. Toch is het zo. Ja, maar je moet wel staan dan. Ja, oké. Maar ik bedoel maar, het is vroeger was het wel anders. Ja. Maar nu kun je gerust met je vrouw en je kinderen, kun je gerust op Midden-Noord gaan staan of zitten, wat je wil. Dus. Ja, want er is altijd een excuus van mensen die zeggen, ja, allemaal die regeltjes en dit en dat. Nou, je kan bijna elke wedstrijd zonder clubkaart kaart te kopen. Ja. Nou ja, dat je gecontroleerd wordt als je naar binnen gaat, is alleen maar veilig, helemaal ja, in deze tijden. Dat is logisch, dat is overal dus. Dus wat ga jij wel eens problemen als je naar binnen moet? Nee. Nee toch, man? Ik kan niet. Nee. Echt niet. Dus ik kan maar één ding zeggen, ik hoop dat we winnen. Is goed, dat hoop ik ook. En dat we het samen mee mogen maken tot ze kampioen worden. Oh, dat zal goed. Okay. Ja, dan, nou, dan gaat er wat gebeuren hoor. Kijk, als dan wel een tjoemelubloemie. Den Haag is mijn club en mijn leven. Ja. Forever. Ja. Altijd. Toen jij trouwde, want je bent toch getrouwd, maat? Ja. Ja, toen jij trouwde, heb je toen meteen gezegd tegen moeders en vrouw, luister, dat je op de tweede plek komt, dat is al heel top. Ja. Ja, de tweede plek is al heel top voor mevrouw. Ja, dat is in principe de eerste plek. Kom je bij mijn rug. Ja, ik zeg net tegen opa, ik zeg slechte seizoenstart. Oh, wat mooie die seizoenstart. Mooi, hè? Maar, kijk je lekker? Ja, ah, heerlijk. Echt waar. Fantastisch. Nee, maar ik weet ook dat jij net zoals ik minimaleier bent. Ja. Is toch eens luxe. Je moet toch een keer wat eten. Ja, je moet toch wel wat eten. Als je hamer goed zit. Ja, dan gooi je het eigenlijk door elkaar. Als je dat even weet. Er nog één. Dankjewel. En die daar staat er nog eentje om de hoek. Dankjewel. We gaan dit nog één halen. Ja. Dag jongens. Ik zie jullie bij de wedstrijd. Welke wedstrijd? Nee, wij gaan naar een concert van Gerard Joling. Ja, lekker. Maat, wat moeten we nog zeggen dan? Ja, wat moeten we zeggen? Dat we 3 punten halen vanmiddag en het gaat gebeuren. Precies. Zeker weten. Zijn we chagrijnig als het niet gebeurt? Ik niet. Nee, ik ook niet, maar ben wel teleurgesteld. Dat zijn we allemaal. Oké. Denk ik. Ja. Maat, neem nog een kroketje. Ja, dat ga ik ook doen. Lekker. Was ik overdam, maar jij had me weer op. Oh ja, sorry. Zijn er nog maar 4000? Nee. Zijn er nog maar 4000? Is goed. Yo, daar sta ik bij mijn vriendin Moja. Moja, luister en huif, hè?
Worden er nog veel kaarten verkocht? Ja, het loopt heel hard. Ja? Ik begrijp die mensen niet, want je kent toch vanuit je luie stoel een ticket bestellen? Ja, ik ook, maar ja, okay. De zon schijnt, ja. En misschien wouden ze wat anders gaan doen. Kan ook. Ja. Kan ook. Hoe is het verder? Ja, prima, jongen. Ja? Ja, lekker gaat het, hè, met Clubpie. Heerlijk, hè? Heerlijk, schat. Nou, verkoop nog veel kaarten, want ik sta in de weg, hè. Die mensen staan achter ons, ja, hoop ik. Ja, ik hoop dat... Dus heel kleintje, die trapte ik net onderuit, maar ja, die zag me toch niet. Nee, dat maakt niet. Yo, nou, ik heb hem gevonden hoor, Henk. Hij liep te redden natuurlijk. Want al... ja, hoeveel gaat er in de doos, maat? 20. 20 in de doos. Zag ik weer met 4 dozen rennen daarheen. Ja, 5000 voordat je die uitgedeeld hebt. Wat denk je, maat, zit je op de helft al? Nee, het gaat nou stormlopen. Het gaat nou hard, hè? Ja, nou komen ze binnen, hè? Ja. Nou ja, we weten dat je altijd, je hebt altijd lekkere patat, lekkere kroketjes, lekkere happies. Maar, en zoals naar Feyenoord deel je altijd uit, weet je wel, maat. Het haalt een keer op natuurlijk. Nou, weer 5000 kroketten, hoe kent dat allemaal dan? Ja, je krijgt een voorbeeld voor de volgende keer. Ja. Oh, en dan hebben ze honger en dan weten ze, nou, ik moet een kroketje gaan halen. Begrijp je? En als ze 4 keer een kroketje hebben, heb je die eerste er weer uit. Ja, misschien weer de derde. Ja, ja, ja. Weet jij veel? Ja, kijk, jij bent echt net zoals ons, weet je ook. Alleen maar supporter eigenlijk, dat je nou nog een hoop geld naar die club brengt, dat is wat anders. Maar je bent in eerste instantie bezig supporter. Hoe lekker is zo'n competitiestart? Ja, daar kun je eigenlijk alleen maar van dromen, joh. Ja, hè? Als het nou hetzelfde jaar wordt als met Van der Brom, ja, dan is het Jan Pieper de Klaar goed bezig. Ja, ja. Nee, hij zei, ik ben niet, wat denk jij dat ik ben? Jan Pieper de Klaar. Nee, dus dat is hij niet, maar weet je wat hij in het echt wou zeggen? Ja, ik ben een lulletje. Jan Lul. Ja, 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 dus hij kon ze eigenlijk inhalen. Hij zei, dat kan ik niet zeggen. Dus toen zei ik, Pieper de Glam. Dit is weer uniek. Gaat het allemaal goed bij de club met de sponsors en zo? Of denk jij, dat kan er wel bij? Want ik ben de enige die brengt. Nou, dat kan nog zat bij natuurlijk. Ja. En als we nou een beetje het niveau op kunnen tillen en zo vasthouden. Ja. Dan hebben we halverwege het seizoen eindelijk een paar keer volle bakken. Ja. Hoeven we niet naar veiling. Ja, precies. Maar dan hoor ik ook van veel mensen. Ja, maar het is niet meer zoals in het Zuiderpark. Net alsof het daar altijd top was. Maar hier is toch gewoon relaxed naartoe gaan. Ja, joh, hier is top. Maar noem jij eens één stadion wat nog aard is. Dat is geloof ik Go Ahead en Sparta. Ja, 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 ja. Excelsior dan. Ja, ja, ja. En dan heb ik gehad. Ja, 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 ja. Dus het zijn allemaal veilige stadions. Ja, moet toch ook wel. Moet je, als je in de binnenstad woont, moet jij dan die bende langs je deur. Nee, dat kan niet. Dit is beter. Natuurlijk, 10 keer beter. Ja, en het kunstgrasmaat. Ja, ik ruik het liever, maar ja, dat is mijn mening. Daar schijnt ze ook een spreetje voor te hebben, hoor. Ja, dat hangt op schijt thuis. Hij moet ook, maat. Ik ben blij met je. En, ik zie je. Kroket 2 gaat erom. Yo, nou, ik zie er eentje met een hoed, dat is geen adem daar goed. Hey, maat, hoe is het? Ja, lekker. Ja, hey, luister, zie verleden keer zijn telegraaffilmpje te kijken. Een bekende stem. Zie ik er een waas niezen, maat, met een hoofd van jou op de been. Ja, echt? Oh, heb je gezien? Ja, oh, Sherinda. Ja, geweldig. Ja, ja. Toch geweldig? Geweldig, ja. Ja, niet normaal. Maar John is helemaal van zijn apropos. Ja, maar... Iedere keer als hij wil gaan kluiven, dan zit jij weer te kijken. Soms als ik hem ook tegenkom, dan zit hij me aan te kijken. Ja. Zo, dan denk ik, oh, ik weet niet wat hij gisteren al gedaan heeft. Maar... Ja. Dan is het echt van zo'n lachje zo erbij en zo. Ik denk dat... Ja. Krijgt hij een nieuwe cd? Nieuwe cd, ja. Luister, we hebben de manager erbij. Henk zit niet alleen in de kroket, he, maar die is ook de manager natuurlijk. Ja, geen manager, maar... Nee, maar komt er een nieuwe cd? Hij is wel mijn grote vriend, dus hij geeft wel goede tips. Hij zit je net te promoten. Ja. Nou, hé, maat, hè, eerlijk. Je hupt die hand meteen weg, weet je wel. Nee. Ik zou eerlijk zeggen, het komt rot uit mijn schot. In Amsterdam hadden ze een goede zanger van dat niveau. Ja. Maar in de haren wordt hij beter. Ja. Ja, hij, ja, dat vind ik mooi, Henk. Ik heb ook een fan, weet je wel. En dan zou kicken, jij hebt er ook een, dat is Henk. Waar sta jij? Dan sta je ook op ergens getatoeëerd. Ja, maat, ik sta... Ja, dat kan ik niet zeggen voor de jeugdige kijkers bij, waar Bert nog een afbeelding hebt zitten. Ik laat er een kleine zien. Hey, mijn 29 oktober dan geef ik mijn cd-presentatie in het theater in Naaldwijk. En er komen 15 artiesten. En ik ga lekker rocken. Okay. Dus dat wordt helemaal gaaf. Helemaal gaaf. Deze cd, is dat een beetje een anders? Is dat een beetje een rock cd? Een beetje rock, maar wel volks. Okay. Dus een beetje volk rock. Ja. Oh ja, dat ken. Ja, wel kicken. Dat heet folk. Folk? Ja. Nee, er zit lekker een raar randje aan. Echt lekker Haags. Dus okay. Wordt geweldig. Maat, je bent bij ADO Den Haag. Wat een baard competitie start, hè? Ja. Nou, ik... Echt maar 9 punten uit 3 wedstrijden. Oh, man. Nee. Kennen ze nou nooit even... Ik hoop met 12 punten dadelijk lekker richting de Kuip. Ja. Of niet? Ja, dat zou mooi zijn. Ja,
Hey, maar heb je ook kroketje op, of niet? Ja, nou, een paar. Ketchup. Ik ook. Ja, met dat filmpje vorige week. Ik had er 5 op, geloof ik. Ja? Ongelooflijk. Ja, ik ga er weer een nemen dadelijk. Ja, zijn lekker, hè? Ja, zijn heel lekker. Ja, ja, zijn heel lekker. Nou, dan gaan we voordat we de CD-presentatie hebben, gaan we toch eerst een kroketje eten. Ja, het is goed. Iedereen komen, heel de nacht moet komen. Ja. En anders kun je hem illegaal bij Bert's illegale platenshop. Kun je hem gewoon downloaden voor niks. Weet je wel, verdient hij weer geen piek. Ik ken ook. Hey, dankjewel, hè. Hey, okay. Succes. Laat ons water. Eet gewoon gezellig. Mag ik ook wat vragen tussen het eten door? Ja, hey, luister eens. We zijn al bij ADO Den Haag. Hebben jullie zo'n lekker kroketje? Met z'n tweeën. Zijn jullie familie van elkaar? Ja. Is dat je broer? Nee, zus. Ja. Oh, is dat je zus? Joh, Alberto, ben je een beetje... Oh, ik zie je gezicht niet. Hoppa. Hey, ADO Den Haag, 9 punten uit 3 wedstrijden. Dat zal jou niks zeggen. Maar gaan we vandaag winnen? Ja. Gaan we winnen? Gaan we winnen vandaag? Ja. Oké. Okay. Zal ik die kroket maar opeten dan? Oh, nee. Nee, nee, die eet je zelf op. Nou, veel plezier, hè? Oh ja, zit je al op school? Ja. Is het weer begonnen? De school? Oh, vakantie is voorbij. Lekker, hè? Dan begint het mooie weer. Als jullie op school zitten weer. Hè? Ja. Nou, veel plezier. Jij ook, hè? Yo, ja. Harry, fuck idee. Dit is de achterkant, hè? Dit is de achterkant, dit is de volgende bad. Je was bezig ergens mee. Daarvoor ben ik langsgekomen. Wat was dat? We zijn weer aan het collecteren. We collecteren ongeveer 1 of 2 keer per jaar. Voor een beetje bijdrage voor de shooters. Wij vinden een wedstrijd zonder shooters net niet wat we willen. De punten zijn belangrijk, maar de sfeer voor de mensen die een keer komen kijken is ook leuk. Competitie start, Harry, hoe voel je die? Dat is ongelooflijk. Ja. Ik blijf nagenieten, iedere wedstrijd. Ja. En weet je, ook de mensen die op Facebook net iets vrolijker zijn dan normaal. Ja. Ja. Iets meer naartoe leven. Dat is gewoon... Heb jij ook niet het idee dat we ineens weer meer supporters hebben? Nou, meer zondag, zo mooi weer supporters, ja. Ja. Maar ik heb liever dat hij vol zit met mooie weersupporters dan leeg. Zeker weten. Ik heb de laatste dagen nog behoorlijk wat mensen moeten bemiddelen met kaartjes voor dit vak. Dus dat is een leuk vooruitzicht. Ik ben heel blij. Als ze op jouw vak zitten, dan is het relaxed, hè? Dat hoor ik, ja. Ik vind het zelf ook relaxed. Ik noem het een familievak. Okay. Dus alle leeftijden zijn welkom. Oké, geef gul. Laters. Top. Maat, luister, we staan hier in het Kyocera. Je hebt Storky bij je. Ja. Vaste prik, die heb je altijd bij je. Ja. Tot nu toe, hoe is het seizoen verlopen? We hebben 3 wedstrijden gespeeld en we hebben pas 9 punten. Nou, goed. Is dat goed? Ja. Want je kon er niet meer dan 9, hè? Nee. Als we nou vandaag winnen, dan doen we het heel goed. Yep. Ja, maat. Wie staat er in de poster? Wie is de poster? Beugelsdijk. Is een goede, mooie foto, hè? Ja. Laat hem zien aan de camera dan. Ja. Stommy. Hey. Staat in het programmaboek. Hey. Ja. Ja, dat vind ik echt kicken. Die moet je eruit halen. He. Ga je een lijstje kopen, doe je hem erin. Ja. Ja, dat is kicken, hè, maat. Nou, veel plezier. Ja. Zie je later, hè. Dag, Storky. Doei. Doei, doei. Doei. Ja, dan zijn we nu in een ruimte. Komen we ineens. We zijn gewoon bij Langezij. Zijn we eronder. Is hier een soort hok gebouwd. Het is van Midden-Noord. We gaan even kijken wat de bedoeling ervan is. Als we Midden-Noord vinden. Dus loop mee. Nou, ik ben via erachter gekomen dat het toch net zoiets is als fansupport heb. Om de vlaggen en zo op te slaan. Maar die bouwen ze zelf. Maat, ik ben net bij die afscheiding geweest. Wat nog een wand is. Ziet er trouwens goed uit. Maar dat is voor jullie spullen op te slaan. Ja, we willen een eigen hok. Wat fansupport ook heeft. Ja. Alleen dan gewoon onder Noord. Ja, tuurlijk. Omdat dat makkelijker is. Ja. En we willen een groter hok. Een groter dan dit nog? Nee, een groter hok dan dat we nu hebben. Okay. En daarom hebben we nu een groter hok gemaakt. Ja. Zodat we meer spullen kwijt kunnen. Ja. Was dat meteen geregeld met de club? Of denken die, want ja, die zien ook dat de sfeer steeds beter wordt. Het liefst heeft de club natuurlijk dat we alles bij elkaar houden. Ja. Maar na goed overleg hebben we een mooie ruimte gekregen. Okay. Iets groter dan de club wilde. Ja. Maar ja, smokkelen hoort erbij, toch? Nee, maar dat ligt er ook met die duimstokken. Die zijn niet allemaal geëikt, hè? Nee, topmaat. Ik ben blij dat er ook aan jullie gedacht wordt. Ja, het is belangrijk. We zijn allemaal de club. Ja, en we zorgen allemaal voor een goede sfeer, dus voor wat hoort wat. Ja, verleden week uit was waanzinnig, hè? Oh. Was ik er helaas niet bij. Nou, maar... vandaar waarschijnlijk was het een leuke sfeer. Nou, dit was Radio Chanel. We hebben een rondje gemaakt. We hebben even met Noord gepraat. We zijn gekomen geweest, we zijn buiten geweest. We hebben kroketten geknaagd. Is niet te zien, gelukkig. Dit was Radio Chanel.